Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen opgenomen op zondag 19 november. Er zijn zonnige perioden vandaag, maar er vallen ook een aantal buien. Dat gaat eigenlijk de hele dag door. De temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 6 en de 8 graden en er zat een matige tot krachtige noordwestenwind. Op en rond de Wadden waait het zelfs hard of stormachtig. Vanmiddag neemt die wind geleidelijk aan wel wat af. Het is aan een graad of 9 en nog steeds zijn er zonnige perioden die afgewisseld worden met hier en daar een bui. Vanavond dan klaart het steeds meer op. De meeste buien verdwijnen en de temperatuur die daalt naar zo'n 4 graden in het binnenland. Maar in de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en aan het eind van de nacht gaat het regenen. En Morgen wordt het dan een kletsnatte dag met veel regen. De temperatuur ligt in de ochtend rond de 5, 6 graden. In de loop van de middag stijgt het kwik naar zo'n 9 tot 12 graden. Ook dinsdag veel bewolking en nog van tijd tot tijd regen bij temperaturen rond de 10 graden. Vanaf woensdag wordt het overwegend droog weer en gaat de temperatuur stijgen. Donderdag kan het lokaal 14 of 15 graden worden. De wind trekt wel aan uit het zuidwesten. Mijn naam is Raymond Klaassen. Ik wens u nog een fijne dag.